Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube-kanaal. Ik ben bij Niels thuis. We zijn nog... ik ben klaar met eten, maar Niels is nog snel zijn tomaat mozzarella aan het eten. En dan gaan we kajakken! Woep, woep, het is kei mooi weer. Hoeveel graden was het? 24 graden en we gaan kajakken samen met Alessandra en Thomas op de neten. Is dat de neten hier? In de camper. Ja, wij noemen dat de neet. Ja, de neet. Je hebt zonnecrème in je hoofd. Ik heb hem ingesmeerd, zijn armen. Dus dat is wat we gaan doen vandaag. We hebben snacks bij en drankjes bij en zo. Dus ik hoop dat dat gaat goed komen, want we gaan 12 kilometer en half, denk ik, kajakken. Dus ik ben heel benieuwd als we daar heel gaan geraken. Joehoe! Dat is kei mooi. We gaan in de kant. Ja, nee, nu niet meer. Tijd voor een pauze. Oké. 10 minuten bezig. 500 meter verder. Tijd voor een pauze. Dat komt goed, hè? Komt helemaal goed. Ja, lust iedereen die kava? Ik heb maar gewoon iets genomen. We hebben ook een fles bij. Ah, oké. En we hebben ook nog bier. Ah, we hebben ook nog bekers, maar. Die zijn wel tof. Fancy bekers. Ja, die zijn wel handig. Ja. Heel schoon. Ja. Ja, hè? Ja, ja. Oei, we gaan draaien. Hier, salute. School. Oké, okay, we zijn nu in de helft. We hebben een route van 12 kilometer in totaal. Ja, en we zijn nu op kilometer 6. We zijn al 2 uur onderweg. Langer, nee? Nee. 2 uur. 2 uur. Ah ja, oké, we zijn al 2 uur onderweg. Ik dacht dat 2 uur en een half ging duren. Ah ja, oei. Dan gaan we dus 4 uur en een half of zo duren. Oeps. We hebben al 2 flessen kava leeg en 1 pintje en al ons eten is ook al op. Dus ik weet niet hoe we deze 6 kilometer nog gaan overleven, maar... Dus als iemand ons wilt komen halen aan de stopplaats, gelieve hieronder uw soort auto te zetten dat we kunnen zeggen dat die groot genoeg is voor ons allemaal mee te nemen of niet. En onze kano's of kajakken. Dat maakt niet uit, die kunnen hier achterlaten. Ja. Oh, ja. Ah, dus we kunnen dat ook hier droppen en dan weggaan. Ja, we kunnen nu stoppen en verder wandelen. Maar we hebben geen auto, hè? Nee, we wandelen wel. Onze auto staat bij de stopplaats in... Bij... Wat is dat? Kasterlee? Bij Bobby Jaanland. Dus we moeten nog wel 6 kilometer doen. Maar het is wel heel leuk. Dan moet jij peddelen, hè? Nee. Nee. Hier is ze. Nummer 1 van het clubje. Het vlot roeierke. We zijn wel niet zo vlot nu. Tika roeien ze. Roeien, dat is niet normaal. Ziet je slagtechniek? Mijn handen staan vol met blauwe. Oh, garme. Het is hier wel mooi, hè? Ja, ja, ja. Nou, wel, hè? Ja,
daar in de verte gaan Thomas en Alessandra. Voor het vlotpeddelke hier. Ah nee, roeierke, dat was het. Roeierke. Roeierke. Wij zijn team met vlotvoer. Ja. Was dat met dat bakken? Oei, oei. Want daarnaast zijn we in... Indiana Tally is toch soms, hè? Wat zijn dat? Waar we in zijn? Torens. Torens, ja. Allee, ik. Ga erop. Uwe paddel, Niels. Niels, zijn paddel ligt hier in het water. Ja, nou waar moet ik? Oei, 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 oei. Onze paddel. Ja, ja, ja. Dichter. Nee. Oh, nee. Ja, ja, ja. Ik heb hem. Ik heb hem, ik heb hem. Ja, ik heb hem. Saved. Oh my god. We made it. Dat die motor nu is. Hey, dat was keileuk. Ja, hè? Ja, maar. Kan ook toch. Ja. Vroeger in Bobbejaan toen de Vindmol, hè? Bobbejaan? Dat hebben we geparteerd. Nee, die staat in het midden van de... We zijn terug thuis. Het is ondertussen. Oei. Laat, hè? 9:10 al. We hebben ons nog een geel bij Niels gedoucht. En nu gaan we McDonald's eten en tv kijken. En de zon staat echt in mijn lippen. Ik ga de vlog hier afsluiten voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk om onze kajaktrip, ik wou zeggen kano, maar het was kajaktrip te zien. Ik ga nog eens zeggen, het was in de Neten, in de Kempen. We zijn vertrokken in Ole en dan zijn we naar Kasterlee bij Bobbejaanland gevaren. We hebben de route van 12,5 kilometer, denk ik. Gedaan en dat was voor ons best te doen eigenlijk. Het was wel heel fijn. Maar ik krijg hier nog elke dag vragen over op Instagram. We zijn al 3 dagen later. Dus bij deze is dat de info als jullie die trip ook willen doen. Was echt super leuk. Ik zou wel aanraden om wat drinken en eten mee te nemen. Allee, water en zo. Wij hadden kava bij. En ik wil ook nog zeggen, we hebben alle kurken, wel 2 kurken in het water laten gaan. En die hebben we er ook uitgehaald. We hadden ook een zakje bij voor al ons afval, want we vervuilen niet. Dat zou ik ook nog even zeggen. Maar hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. En hopelijk kijken jullie ook uit naar de vlog van woensdag. Want dan gaan we voor Niels zijn verjaardag iets speciaals doen. Dat is vandaag. Maar jullie zien dat op woensdag. Dag!